Het is wat dat betreft een fysieke start van deze wedstrijd. En van de Vuurste Vries kan net die bal niet goed wegtikken. Hadden misschien beter kunnen echt proberen te rebounden. Aan de andere kant drie punten van Bradford. Is goed verdedigd van Emmers. Nou, nu de omschakeling. Fastbreak, Niculescu. Dit is fastbreak basketbal. Prima optie, prima drie punten. Goede aanval van de Hammers. Bradford en de alley-oop. Marinkovic. Gaat dat misschien eens proberen. Ja, gaat dan op avontuur. En dan is dit Antwerpen daar gewoon te goed voor. Ja, en dit is wel een fout. En een bonusvrije worp. Ja, Dukan maakt hem even niet. Maar dat kan dan een keer gebeuren. Dit natuurlijk absoluut niet. Dit is gewoon echt slordig. Of misschien beter wel gezegd, niet verdedigd. En daar ontbreekt het tot nu toe een beetje aan. Bradford. Dit zijn twee punten en een bonusvrije worp. Zat dicht tegen drie seconden aan. Net niet goed genoeg van de Vuurste Vries. Nu krijgt hij de bal en maakt hij. En daar moest de bal net eigenlijk ook al naartoe. Is goed verdedigd. Ja, dus uiteindelijk zou je hier gewoon moeten fluiten voor shot clock violation. Zou ik zeggen. Dukan. Nou, goede actie. Verschil terug naar 16. Ja, dank u wel. Kaboom. Goeie spin move van Marinkovic. Smout, Marinkovic. Anderson. Opnieuw de alley-oop. Ja, dit is allemaal wel heel mooi. 9 seconden op de schotklok. Anderson. Goed verdedigd van Wilson opnieuw. Het blok. Nou, deze moet dan hangen. Ja. Ja, daar heeft Antwerpen hem alweer. Dank u wel. Mooi afgemaakt trouwens. Van Bradford. Niculescu opnieuw. Die gaat nu 1 tegen 1. Ja, dit is goed gespeeld van Zwolle. Mooi jumper van Koen Stok. Goed gedaan van Antwerpen, ja. En zo wint Antwerpen hier in het Landstede Sportcentrum met 81 tegen 57. Heeft Landstede eigenlijk een kwart aardig mee kunnen basketballen.